In Nogi is het belangrijk dat je een dilemma creëert tussen dat passeren en de footlocks, de heel hooks. Op het moment dat ik zijn guard wil passeren, is het voor hem verleidelijk, en eigenlijk ook heel nuttig, om veel van zijn benen gebruik te maken. Op het moment dat hij zijn benen te veel uitstrekt, geeft dat voor hem een probleem, want dat geeft mij de mogelijkheid om die voeten op te sluiten en voor heel hooks te gaan. Op het moment dat hij zijn benen intrekt, wordt het voor mij makkelijker om een enkel te creëren en hij daar de guard gaat passeren. Het is voor mij als bovenman dus belangrijk dat ik voor hem een dilemma creëer tussen of de guard verdedigen of footlocks krijgen.